Goedemiddag Johan Albert. Ja, goedemiddag. Is het eigenlijk niet tussen middag? Ja, middag op de trappen van het stadhuis. Yes. Hey, maar ik vind het leuk dat ik je even tegenkom in de stad. Want ik krijg wel vaker de vraag van mensen van wat doen de mensen in de politiek nu in zo'n crisis als deze? Want jij loopt normaal heel vaak door de stad. En dat doe je nu misschien nog wel, maar het is allemaal wel anders nu, hè? Ik loop eigenlijk helemaal niet meer door de stad. Nee? Dat doet me pijn in mijn hart. Dat komt omdat ik ook thuis werk. Net als mijn collega's ook op het stadskantoor. En eigenlijk is er nu weinig politiek meer, maar probeer je door deze crisis heen te komen. Persoonlijk is dat thuis voor mijn gezin. Mijn drie kinderen die ik thuis onderwijs geef. En mijn vrouw die werkzaam is op die IC-afdeling in Goes. Die hard aan bezig is om de patiënten beter te maken. Ja, maar zij heeft ook echt te maken met coronapatiënten? Ja, ze werkt op die IC en daar zien ze dagelijks de gevallen van dichtbij. Dus dat maakt ons misschien nog wel meer bewust van alle maatregelen die genomen moeten worden. En dan probeer ik het goede voorbeeld te geven. Dus met pijn in mijn hart blijf ik eigenlijk weg uit deze mooie stad. Ja, ik vind het wel een logisch verhaal op zich. En ik zag inderdaad ook op Facebook wel dat je met je dochters raketten in de tuin aan het afschieten was, dergelijke zaken. We proberen een beetje creatief ook te zijn. Dus gelukkig hebben we een achtertuin en helaas... af en toe ook een slachtoffer thuis, dus een gebroken pols en twee voortanden eruit. Oh, echt waar? Maar als we dat kunnen beperken tot deze crisis, dan komen wij er goed door. Maar is dat in normale tijden? Ben jij dan ook zo vaak huisvader of is dat dan wel wat minder? Alleen in de avonduren en weekenden? Nee, de rollen zijn echt omgedraaid. Ja. Ook in de avonduren en weekenden werk ik. Dus gemiddeld werk ik tussen de 60 en 70 uur. En is mijn vrouw parttime verpleegkundige. Dan werkt ze zo'n 20, 24 uur. Nu zijn de rollen echt omgedraaid. Dus aan mijn reguliere werk kom ik niet altijd meer toe. Excuses daarvoor. Het zijn nu echt de crisismaatregelen, betalingsregelingen, de economie proberen te ondersteunen daar waar mogelijk is. Dus alleen het gebeurt wel van achter mijn bureau en met mijn iPhone-oortjes in. Ja, ik las ook dat er morgen ook ambtenaren van de gemeente ook gaan werken op de begraafplaats. Dus er gaan ook mensen die iets minder werk misschien hebben, gaan ook dingen buiten doen. Maar ik ben wel benieuwd, hè? Je hebt natuurlijk inderdaad crisismanagement en dat soort zaken. Ik neem aan dat jullie daar allemaal bij betrokken zijn. Ja, de burgemeester die koppelt dat elke keer terug. In het begin kwam de veiligheidsregel heel vaak bij elkaar. En kregen wij ook terugkoppeling daarvan. En moeten wij dingen op gemeenteniveau regelen? Dus dat doen we ook. En we hebben onze BOA's en onze medewerkers een dikke pluim ook daarvoor. Ze werken heel veel thuis. Maar de mensen die op straat moeten zijn, die de vuilnis op moeten halen, groen onderhoud. Maar ook de BOA's die toezicht op de richtlijnen. Ja, echt mijn petje daar vooraf, want die werken op dit moment ook keihard. Ja, dat is heel goed om te horen. En dan heb ik nog een laatste vraag, want ik doe nog toch dagelijks nog wel even een rondje, ook op afstand, maar kort. Maar ik hoor wel echt heel veel ondernemers met name die zich echt wel zorgen maken over de perspectieven. En jullie volgen natuurlijk ook landelijke richtlijnen, dat soort dingen. Maar hoe sta jij erin? Want denk jij dat het allemaal wel goed komt met de winkels en de ondernemers en de horeca? Of maak je je ook zorgen? Ja, bij mij op plek nummer 1 staat de gezondheid van alles en iedereen. Dat moet denk ik heel duidelijk zijn. Maar ik zie ook de worsteling van de ondernemers. Want direct op de maandag nadat de maatregelen waren genomen, gingen er al heel veel ondernemers bij mij aan de telefoon. Ik ben helaas geen telefonische helpdesk, dus ik heb ze wel kunnen doorverwijzen. Met name aan de Orionis die een ondernemersloket hebben geopend. Waar ook heel veel mensen achter de schermen werken. Ja, ik denk helaas wel dat er, ik heb het wel eens gezegd, een soort oorlogssituatie die er nu is. Met een soortje onzichtbare vijand in de vorm van een virus. Ja, ik denk dat dit echt ook wel slachtoffers helaas gaat kosten. Ja. Dus daar waar kunnen, proberen wij ze te ondersteunen. Maar ik zie ook met ledenogen aan de maatregelen die we moeten nemen, die toch een beperking hebben. En nu, jij gaat natuurlijk toch ook een beetje over de portemonnee van de stad. En laten we eerlijk zijn, het was allemaal al behoorlijk ingewikkeld. Ja. En met... de dreigende tekorten en dergelijke, maar als jullie kunnen, dan doe je misschien wel een belasting wat minder of uitgesteld, dat soort zaken misschien. Ja, dat was eigenlijk de maatregel die we binnen 48 uur hebben genomen. Een zondagavond werden de maatregelen aangekondigd. Een maandag zijn we direct bij elkaar gekomen, lagen er ook wat vragen vanuit de gemeenteraad. En een dinsdag in het college hadden we een pakket van maatregelen dat we zeggen, deze 3 maanden versturen we geen belastingaanslagen. Ondernemers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet betalen. Ze kunnen de betalingen stopzetten. Ja. Dat kost ons inkomsten en onze portemonnee is inderdaad leeg. Maar we hebben gezegd, wij kunnen wat makkelijker lenen bij banken op dit moment dan dat ondernemers dat doen. Dat die zich concentreren over het redden van hun eigen zaak. En dat wij er zijn om deze lasten, daar waar we kunnen, toch op dit moment te verlichten. Want we moeten allemaal door deze moeilijke tijd heen.
Nou ja, helder verhaal. En dan zal ik je nu weer met rust laten. Dan kijken we terug naar, naar de school die je thuis hebt. Of zijn de kinderen nu even in de tuin gewoon lekker aan het... Ze zijn nu even in de tuin lekker aan het ravotten. Gelukkig hebben we die ruimte. Dus, op RMU, hè? Ja hoor, dat kan dus. En ik, ben vooral achter de laptop en met de telefoon bezig. Om toch nog daar waar mogelijk toch een beetje nog te kunnen werken. Ja, en af en toe als mensen je bericht sturen via sociale media, dan ben je meestal ook wel paraat. Hè? Meestal, alleen normaaliter doe ik dat veel sneller dan dat ik dat nu doe. Dus thuiszorgen brengt bij mij wel wat beperkingen met zich mee. Nou ja, fair enough. Maar bedankt voor je toelichting en sterkte met alles. En hopelijk kunnen we binnenkort weer eens een bakje doen op het terras. Een bakje of wat anders. Ja, precies. Okay, hey, fijne dag, man. Precies.